Hey, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik sta in de kringloop. Again. We're back. Met mijn moeder staat hier, maar ze wil niet op beeld. Maar ik ben met mijn mama. We zijn vandaag in Opnieuw & Co. in Dordrecht. En ik ben hier al wel eens geweest met Roy. Als je die video wil zien, check linkje in de beschrijving. En daarna ga ik naar een nieuwe in Oosterhout. We zijn benieuwd. Favoriete dingen in een kringloop. Colbert's. Ik vind net deze dress en deze. Gaan we eens even passen. Mijn 5 minuten in de kringloop. 5 minuten. Oké. Ik ben in het pashoekje. Oké, ik heb het eerste item aan en I love it. Zoals jullie weten ben ik echt obsessed met crewnecks. Die gewoon perfect aansluiten. Deze sluit echt perfect aan. Ook bij de mouwen. En er staat bulwark op. Wat ik niet echt weet wat het is. Misschien moet ik hem even op te zoeken. Perfect. Love it. Ik weet ook niet hoeveel die is. Hij is 4,50. Vind ik wel de moeite waard voor zo'n leuk sweater. Ik dacht dus dat dit topje leuk zou zijn, maar het is toch niet zo. Nee. Ik vind het niet echt staan. En ik vind ook de achterkant niet mooi. Het is echt hier te open. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Ik voel me net een soort vlinder. Oké, ik had dus deze rok. Maar hij is te groot. Hij is net te groot. En ik vond de kleur heel mooi. Hier zie je een beetje taupe, maar hij is meer beige. Ik heb de jurk nu vast aan de achterkant. En het is echt 100 keer beter. Maar nee. Tip van mij. Neem altijd een zwart topje mee. Zodat je bijvoorbeeld als je een colbertje past of wat dan ook, dat je altijd een zwart topje hebt in plaats van je outfit waar het dan niet op staat. Dus ook handig als je gaat shoppen. Ik heb nu een sweaterdress aan. En deze weet ik dus ook niet zo goed wat ik hier moet vinden. Ik twijfel. Ik vind het wel leuk, maar dit vind ik. Je moet even niet letten op de ketting. Dat vind ik ook niet zo heel mooi. Maar het is ronde en een beetje gekke vorm. Hij is maar 3,95. Ik weet niet wat voor merk dit is, maar. Deze twijfel ik nog over. Ik weet niet eens wat ik hierover moet zeggen. Het ziet er niet uit. Dit is trouwens een LXL, maar ik denk dat die gekrompen is in de was. Oh my god. Love. Ik vind dus net deze tas voor 1 euro. 25. En ik heb zelf deze tas nu. Die is best wel groot. En deze is wat kleiner. Dus ik ben heel benieuwd. Oh my god. Zo cute. Super leuk. Mijn moeder vindt net deze spiegel. Prachtig. 10 euro mensen. 10 euro. En ik baal. Want zij neemt hem. Omdat jullie altijd heel veel vragen hebben naar welke kringloopwinkels ik ga en hoeveel het was. En ik heb daarom besloten om na elke kringloop even een heel kort stukje te vertellen over de kringloop. En hoeveel ik heb uitgegeven. Dit was dus Opnieuw & Co. in Dordrecht. En ik heb de sweater gekocht en de tas. En het was bij elkaar €5,75. En dit is echt een van mijn favoriete kringloopwinkels. Echt. I love it. Ze hebben echt van alles en echt super leuke dingen altijd. Ook qua home en dus ook qua kleding. En het is zeker de moeite waard. Hij is ook heel erg groot. Dus ja, ik ben heel erg geslaagd. Oh my god, ik zie net een oliebol gaan.
achter de kringloop. Ja. Hallo. Daar is het. Ik ben very benieuwd. Ik weet niet of het open is. We zijn er. Het is heel donker. En een beetje gekkig, maar... Oké, cute. Speelgoed. We hebben het alweer gevonden. Gaan we weer. Oh, dit is cute zeg. Deze is ook leuk. Er staat geen prijs op, hè? Hoe kan dat? Daar is een verborgen ingang. Dit is echt zo'n kringloop dat je heel goed moet zoeken. Hier is de kleding. Het is wel echt super donker. Ik zal even wat lichter zetten in mijn camera. Maar het is hier echt mega donker, dus ik kan het heel slecht zien. Oh my god, wie kent het nog? De Bolero-tijd. Oh gosh. Mam, weet je dit nog? Mam, weet je dit? De Bolero-tijd. Ik vind net een bomberjas. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar... Dit is letterlijk de jas die ik heb van de Urban Outfitters. En volgens mij is dit ook het merk van de Urban Outfitters. Maar ik weet het niet zeker. I love it. En ik vind net deze jas. Die ga ik ook even passen. Winterjas. Korte jas. 4 euro winterjas. 7,50. Nou, weet je. Ik wist het. Het is hetzelfde merk wat Urban Outfitters aanbiedt. En ik heb dus deze jas in het geel. Maar die is echt 80 euro had ik ervoor betaald. Echt super nice. Ik vind deze echt veel beter dan mijn jas. Mijn jas zit namelijk hier geel. En ik was hem zo beu. Ik wilde hem al verkopen. Oh mijn god, een Urban Outfitters jas. 7 euro. Sjoek. Ik dacht van sjoek. Oh my god. Oh mijn god. Voor het licht moet je hier aan. Maar. Leuk jasje wel. Ik wilde letterlijk zo'n soort jas kopen bij de Mango laatst. Te nice hoor. Er staat dus winterjas vanaf 7,50. Er ligt geen prijs hierop. Wel leuk. Oké, de tweede winkel waar we waren geweest heette Kringloop Goedkoop en zo. En deze was in Oosterhout. En hier heb ik dus twee winterjassen voor 15 euro gekocht. En ook hier hebben ze van alles. Ik vond hem heel erg leuk, alleen... Het was heel erg donker, waardoor je de kleding echt heel slecht zag. Ik wist echt niet eigenlijk of de kleuren wel heel erg goed waren. En je moest echt heel goed zoeken. Maar dat is natuurlijk wel een challenge, dus ook echt een aanrader. Nou jongens, zo zie je maar. Het maakt niet uit hoe een kringloper uitziet. Ik heb gewoon twee jassen gevonden voor 15 euro. Twee supermooie winterjassen voor 15 euro. Over 600 meter. Oh. En mama en ik gaan door, want we gaan nu naar deze. We zijn op dreef, mensen. We zijn op dreef. Here it is. Oh my god, hoe cute is deze? Oh, hoe cute. Kop en schotel, 75 cent. Hier is de kleding. Nou, ik loop hier nu met dit. Ik vind deze jas. Hij is wel heel warm. Toch passen. Zou ik niet passen? Ik kan toch even passen. Over mijn jas pas ik hem wel. Nee, is niet mooi. Ook een lijkvisje. Voor het sporten. Ik ben dus bang dat hij niet gewoon zo zwart is, maar mama zegt blauw. Leuk voor een plant. Stel dat er zo'n slang uitkomt. Ja, voor een grote plant. Heel leuk. Kijk hoeveel stoelen. Oh my god. Zoveel stoelen. Oh, deze is leuk zeg. Love.
Deze is echt super leuk. Jammer dat er maar één van is. Ik zweer, hier kan je echt parels tussen vinden hoor. Oosterhout. En dan de laatste kringloop. Die heette Kringloop Oosterhout. En hier heb ik alleen maar het kopje met schotel gekocht voor 75 cent. En ook hier hebben ze echt van alles. Alleen vond ik deze echt wat minder. Omdat alle kleding die ik zag was echt oud. En ze waren heel erg afgedragen. Je zag dat het gewoon niet meer goed was, zeg maar. En het was super koud binnen. Waardoor de kleding ook een soort van raar aanvoelde. Nou ja, heel gek. Het enige wat ik nice vond waren de stoelen boven. Maar verder vond ik deze kringloop niet echt leuk. En zou ik er niet nog een keer heen gaan. Maar ik ben wel blij met mijn kopje. Oké, guys, dit was de video. Ik ben vergeten een outro te filmen. Dus hierbij de outro. Heel erg bedankt voor het kijken. En als je het leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie later. Bye!